van Dutch Gaming en leuk je weer kijken naar GTA 5. We spelen vandaag weer als Franklin en we zijn vandaag denk ik bij Leicester uitgekomen. Want er stond een grote L in de map. Dus ik ben daar maar lekker heen gereden en we gaan even zien wie er gaat komen. Ja, ik zie wel, ik had de vermoeden al Leicester. Is dat Trevor op de achtergrond? What's up, man? Sit down and face forward. Now, face forward. I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat, and don't pretend that you liked Jane Norris. Jane Norris. Man, I don't know, homie. Wie is de fucking Jane Norris? Is dat die dude die zijn kop ontploft is? Stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... What? Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planning lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Hey, ik vind het best wel leuk, maar ik hoop wel wat je wat gaan doen. That you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs, you know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. I'll walk away, and I'll stay here till you're gone. Nou, luister, dan mag je lekker lang blijven zitten. Ik blijf hier nog, een rijk staan. I haven't grossly overestimated your intelligence. Oh ja. Mijn auto is niet meer echt 100%. Hallo. Leuk. We gaan eerst even een stukje achteruit en dan pushen we vooruit, want anders komen we nooit weg hier. Of we moeten gewoon een andere auto nemen. En ik denk dat het nog het laatste gaat worden. Oh. Nou ja, het rolt, dus... Het is rolling, rolling, rolling. Just keep rolling, right. We gaan dus even denk naar de wapenshop toe als eerste. Dit zag best wel erg. Kijk, mijn auto is aan gearriveerd. Op rotte jij. Zie je, Serenada, bitch. Dit is mijn auto. Bonuspunt, dubbele bonuspunt. Verf uitgewisseld, scheiße. Tada. Waarom staat die vrouw op mijn weg? Godverdomme. Zo, afslag mis. Rechts omkeert. Dude! Serious? Zie je niet dat er gewoon een auto hier staat? Oh, sorry meneer. Oh, dus ik dacht de garage weer. Ik denk dat ik helemaal naar boven moet. Laten we daar maar op fokken. Dat we helemaal naar de top moeten. Nou, hij zei een sniper, dus. Heb ik überhaupt een sniper? Ja, een sniper hebben. Waarom zijn deze dingen zo hoerig gemaakt? Deze parkeergarage is best wel hoerig gemaakt. Maar ik kan je hier nooit met twee auto's tussendoor.
Wat? Toch niet? Nou, dat is getiet, hè. Dat zag best wel veel tieten, ja. Oké, dan gaan we wel naar beneden, hoor. Als ik naar beneden moet, dan ga ik alweer naar beneden toe. Dan ben ik wel de korte weg. Oh. Ja, ik wist het wel. Ik wist dat ik hierheen moest. Kon niet anders. Heb ik eigenlijk überhaupt sticky bombs? Volgens mij niet. Ik moet even kijken. Wie moest ik eigenlijk alweer uitschakelen? 96 de target. Wie was mijn target ook alweer? Nou, ik heb geen andere keuze dan met de sniper, hè? Oké, we gaan gewoon wachten erop, dus. We wachten. De auto is zo. Clear. Wie de fuck is mijn doelwit dan? One shot, one kill, jongen! We got a shooter! Take cover! Shot fire! Where is that son of a bitch? Keep your eyes open! He's here somewhere! Boss is down! Get an ambulance, now! Nou, daar heb je geen ambulance meer voor nodig, hoor. Die is killend worden. Ja, dat is best wel een van de weinige missies die in één keer goed is gegaan. Moet ik heel eerlijk zeggen. Whee! Dat was een perfecte missie, vind ik zelf. En ik pak even een nieuwe missie en ik zie jullie zo weer terug bij de volgende missie. Dus tot zo. Done. I know. Good work. Alright, we'll see. Let me know about the next thing. We'll do, but before that, I've got to tell you something. Oh, our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets, a new property, so we bought a house in the Vinewood Hills. Oh. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there, you know, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning cool. I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Okay. Dus laten we even cruisen naar ons super deluxe huisje. Nou, Chop heeft ook een eigen plek. Chill. Laten we even. Dit is de volgende missie, we gaan ons huis bezoeken. Echt serieus, vrienden. Ja, ze moeten voor mij eigenlijk een auto maken die gewoon niet stuk kan en die ik zelf nog kan slopen eigenlijk ook. Ik vind het alleen jammer dat je eigenlijk je wiel niet echt stuk kan rijden. Dat je eigenlijk je wiel zo ver uit het stuk hebt gereden dat je eigenlijk af de rijk van zijn auto. Misschien komt het een GTA 6. Sorry meneer. Mevrouw, ding, hond, mandje.
Nou, dat zullen de vaste verhuizers zijn ook. Ik had voorrang! Dat zag je toch wel, meneer? Ik had gewoon voorrang. Maar mensen, ik ga even dit stukje skippen. Dus tot zo. En we zijn aangekomen bij La Cifus. We lopen meteen een heleboel meteen. Nou, omdat niet. Kan toch? Oh, chill! Nou, dat vind ik dan wel. Oké. Even meteen de buren laten zien wie ik ben. Hallo, ik ben de nieuwe buren! Hallo meneer en mevrouw, ik ben je nieuwe buurman. Zo, even de buren geïntroduceerd van wie ik ben, dat is mooi. Oh, kogelvrij gas. Hallo, dit is mijn eigen huis, dus ik mag wel weten wat ik bedoel. Dit is toch mijn eigen huis, dan mag ik toch wel weten wanneer waar ik op geschieten. Ik moet zeggen, dit is best wel een huisje waar ik aan kan wennen. Kijk aan het tv-stuk. We have a visual. Moving in. Get up. I got you. You weirdo. Lost him. Oh, fuck. LSPD! Bitch! Hallo, dit is mijn huis, opdonderen. Maar mensen, dat was weer voor deze keer. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Keep it real, keep it out, mensen. En ik zie jullie graag gewoon de volgende keer weer terug. Laters. En dan zijn we weer. We gaan even met Bill babbelen. En dan gaan we weer even kijken wat die allemaal wil. Oh, Zeppelin. Cool. Zeppelin. Nou, laten we dat even lekker ondertussen doorbabbelen. Moet ik nog lopen ook? Ik kan niet meerdere dingen tegelijkertijd doen. Hey Michael. David. Hallo. Oh, this nice. You can tell me we were double dating. Double dating? Het is een triple date. The love is all mine. Brilliant. Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Name tag? Tech name. I love it. I remember to write that down. On the sheets in your head, you know you did. Did you notice? This stuff. Whoa! Pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? I mean, how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? That's oh. Cool. Well done with our friend, Mr. K. Okay. My pleasure. I'm Mr. B. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why did you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? Windpipe? The joke's not about that. We will show you how you can take some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? One shot, one kill, baby. Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. Mm-hmm. Why don't you start with me, genius? No, you got it now. Schiet je zo voor je bakkers. Is blij wat jatten van mij verwacht? En we received intel that they're keeping Mr. K at the local go to hell, motherfucker. I just dealt with that guy. The agency is stepping up to question because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he flags. I did what Agent Norton said. Then I guess you didn't involve you did. Back out old. Why haven't I not? Living off of past glories is your first mistake. Your career depends on it. Yeah, my bitch. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you.
Wat hebben we gedaan? Run along. We hebben een monster gecreëerd. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Echt wel? Let's go. Maar mensen, dat is het even voor deze keer. Ik zie jullie graag bij de volgende keer weer bij GTA Part 23 weer terug, want dan gaan we weer verder, mensen. Dus ik zie jullie graag bij de volgende aflevering. Dus tot zo. Meteen de volgende keer weer. Mensen, abonneer jezelf op Twitch Gamer, volg Twitter, Twitch en op Facebook. Links staan beneden in de beschrijving. En ik zie jullie graag bij Part 23 terug van GTA 5. Nice, dus tot dan.